Met overwinningen op Den Bosch en Voordaan is Oranje-Zwart Heerenveen uitstekend aan de tweede competitiehelft begonnen. En die tweede competitiehelft moet leiden tot een nieuwe landstitel aan het slot van de play-offs in mei. Nou, ik denk als je gaat kijken dat we met 3-0 en 5-0 winnen. Nog geen doelpunt tegen en twee mooie winstpartijen. Ik denk dat je dan goed uit de winststop komt. Er moet nog wel een hoop gebeuren richting de mooie wedstrijden Rotterdam of Amsterdam en Kampong. Maar ik denk dat we goed de winst erbij zijn gekomen, resultaat gezien. Ja, dat zijn twee goede uitslagen. 3-0 en 5-0. In ieder geval twee keer de 0 gehouden. Dus puur kijken naar de uitslagen zijn we er goed uitgekomen. Het zijn niet onze beste wedstrijden nog geweest van het seizoen. Maar dat is op zich niet zo gek na de winter. We hebben wel een paar afspraken goed doorgenomen in de winter. En die dingen hebben we goed uitgevoerd. Dus op zich zijn we er goed uitgekomen. Alleen zondag een echte test bij Kampong uit. En dan weten we pas echt hoe we ervoor staan. Richting play-offs moet je juist dat soort wedstrijden allemaal winnen. En niet daar juist die foutjes maken. Kampong OZ is komend weekend. Dat was vorig jaar een hele beladen wedstrijd. Vooral in de play-offs. Ja, klopt. Mooie pot. Ik begin alweer te lachen als ik aan terugdenk. Maar eerste pot hebben we hier verloren. En we hebben dus iets recht te zetten, denk ik. Verschrikkelijk spannend en een prachtig resultaat. Dus daar hebben we op zich goede herinneringen aan. Alleen, het is en blijft een hele, hele lastige wedstrijd. Als je kijkt wat we de laatste jaren daar in de competitie hebben, daar niet zo vaak gewonnen volgens mij. Dus dat wordt een taaie. Komend weekend dus de uitwedstrijd tegen Kampong, dan op vrijdagavond uit tegen Schaarweide en op zondag 20 maart thuis de topper tegen Amsterdam. Amsterdam is weer een hele mooie pot. We hebben ook wat recht te zetten denk ik, net als Kampong. Dus, Wordt Amsterdam voor jullie een cruciale wedstrijd? Ja, dat ligt er ook aan wat je aanstaande zondag tegen Kampong doet. Maar het blijft gewoon een belangrijke wedstrijd omdat het een van de mede play-off kandidaten is. En die is net als Kampong moet je die eigenlijk gewoon winnen. Want in de eerste seizoen zelfs hebben we het niet super gedaan in de toppers. En dat is een hele belangrijke stap om te maken richting play-offs om een paar toppers te gaan winnen. Wat gebeurt er af en toe in de hoofdklasse? Afgelopen weekend wint HGC met 6-1 op bezoek bij Amsterdam. Wat is dat? Ja, ik weet het niet. Maar het maakt de competitie juist wel leuk, denk ik. Dat de HGC het ook zo goed doet dit jaar. En ik weet het niet. Ik ben er zelf niet bij geweest, dus ik kan er niet heel veel over kwijt. Maar ik denk dat het wel iets aangeeft over de competitie nu. Dat iedereen van iedereen kan winnen. En dan dat HGC met 6-1 wint. Dat is gelijk een mooie uitslag, denk ik, voor hun. Ja, die had ik niet zien aankomen. En volgens mij was het in de rust 1-1. Dus is het een helft lang een prima wedstrijd geweest. Alleen, volgens mij was het in 7 minuten was het in één keer was het 4-1. Ik heb de doelpunten teruggezien. Daar hebben ze echt even een paar minuten waren ze er niet bij Amsterdam. Tenminste, zo leek het. En heeft HGC maakt daar perfect gebruik van. Maar 6-1 is heel dik. En dat die had ik niet verwacht. 7 ploegen maken nog de kans om bij de eerste 4 te komen. Oranje Zwart heeft als huidige koploper op dit moment de meeste kans om daarbij te zijn. En die anderen? Dan moet ik dan op basis van het eerste seizoen zelf doen. Ik vond toen wij tegen Amsterdam speelden, vond ik ze heel sterk. Ik denk dat HGC ook een hele goede ploeg heeft met een hele sterke corner. En wij zelf natuurlijk. En dan wordt het vechten geblazen denk ik, tussen Rotterdam en Kampong en Bloemendaal. Ja, HGC blijft het goed doen. Amsterdam staat er ook nog steeds goed voor. Ik ben wel geschrokken van de uitslag van afgelopen weekend, dus ik weet niet wat dat zegt. Als het een incident is geweest, dan staan zij er ook nog zeker goed op. Het kan ook een wake-up call zijn. Ja, daarom. En het is wel een hele goede ploeg. En dan heb je Kampong, Bloemendaal, Rotterdam. Het is allemaal, heel goed. Dus het is, die laatste durf ik zo niet te noemen. Anderhalve week geleden maakte hoofdcoach Michel van der Heuvel bekend na dit seizoen te vertrekken bij Oranje Zwart. Hij gaat naar Bloemendaal toe. Hoe heeft de spelersgroep daarop gereageerd? Voor hem is het weer een mooie nieuwe uitdaging. Ik denk dat hij na 4 jaar zei hij zelf ook dat hij wel toe was aan een nieuwe uitdaging, zoals ik al zei. En wij vinden dat natuurlijk allemaal heel jammer. Het is een hele goede coach, een ongelooflijk mooi mens. We gunnen hem natuurlijk het allerbeste. En als hij inderdaad dit als de beste keuze ziet, dan steunen wij hem daarin. Maar het is natuurlijk wel heel jammer. We hebben 3,5 tot nu toe en hopelijk uiteindelijk 4 hele mooie jaren gehad met Michel. Dus het wordt wel, het is super mooi geweest. En het is jammer dat hij weggaat. Maar ik denk dat dat we een fantastische vervanger hebben. En dat ook op het juiste moment komt. Het is de coach die jou heeft laten debuteren in het eerste. Ja, veel moois meegemaakt onder hem in anderhalf jaar nu. Dus ik vind het heel jammer. Ik kan hem graag nog langer bij ons houden. Maar ik heb met hem de deal gemaakt dat hij nog terug zou komen en mij nog zou coachen als ik ouder ben. Dus staat dan op camera. Dat is mooi.